Frank Hosmaar, gefeliciteerd met je overwinning in de KNHS Para Dressage Trophy 2012-2013, die mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank Foundation. En je won met Alphaville. Dankjewel. Kun je even een expressie geven van hoe jij de kuur zelf hebt ervaren? Hij klopt eigenlijk helemaal. Van begin tot eind. Ik had laatst in Roosendaal had ik hem gereden en toen kwam hij voor mij niet helemaal meer uit. Dus ik heb van de week heel vaak nog weer de kuur teruggezien. En nu paste die precies net aan het eind. Was ik heel ietsjes voor de muziek, maar op zich kon ik dat wel heel mooi oplossen zo. Dus het was niet echt zichtbaar. En hij was gewoon in deze grote ring, zeg maar, was hij gewoon vreselijk ontspannen. Dus dan kun je ook heel fijn rijden. Ja, want eigenlijk zat er geen foutje in de proef, hè? Nee, helemaal niks. Nee, er ging niks fout. Dus ik heb er ook super fijn gereden. En het opvallende vond ik dat hij bijvoorbeeld in de appartementen ongelooflijk mooi ging schaden. Ja. Eigenlijk beter als ooit. Ja, dat hebben we ook heel hard aan gewerkt. We wisten wel dat het erin zat. Zowel in draf en galop. En vooral galop, dat is gewoon een hele goede gang. En dat kan niet heel erg makkelijk. Die kon hij eigenlijk al wel heel goed. En ene keer in de les lukte het ook met Adelinde dat we aan het trainen waren. Lukte het heel goed. En af en toe op concours kwam het er dan net even weer niet uit. En daar hebben we het laatste jaar ook heel hard op gewerkt. Hey, de omstandigheden waaronder je deze wedstrijd moest rijden in dit stadion. Toch indrukwekkend. Ja, fantastisch. Ik vind het geweldig. En ik ben ook heel blij dat de organisatie ons de mogelijkheid heeft gegeven om hier te kunnen rijden. Ja, echt top. Super. Ja, want dit werkt ook mee aan een goede voorbereiding op het EK in Denemarken. Absoluut. Ik vind paarden die straks worden uitgezonden, die moeten toch het een en ander wel hebben gezien. Dat ze dus zeg maar naar zo'n EK toe gaan waar de entourage ook indrukwekkend zal zijn. En als je dan last krijgt van heel veel spanning, dan is dat natuurlijk erg jammer. Frank, gefeliciteerd. Dankjewel. Fijne avond nog. Zal wel nog een kleine huldiging volgen. Ja. Dit was Jacob Meijers voor KNHS Paardensport TV.